Het is een karma kebab en caprese. Het is de belangrijkste slag die we gemaakt hebben, tweeledig. We zijn begonnen met delivery and to go. Dat was een heel klein beetje van onze omzet. Is nu een belangrijk deel van onze omzet. En in die sluiting staat natuurlijk de hele omzet. Maar we hebben daarnaast een franchise-formule gestart voor delivery and to go. Waarbij we bij andere ondernemers een shop-in-shop, Sugo, neerzetten. Waardoor ze in hun gebied onze producten kunnen bezorgen. En dit was vroeger alleen een ijssalon. Wij hebben hier shop-in-shop neergezet. Een counter, een oven, een keuken. En eigenlijk met die setup kunnen ze hier in Brielen en omgeving Sugo Pizza bezorgen. Dit hadden wij al, ja, en dit bestond ook al. En dit was eigenlijk onze core business. En dat delivery and to go is er eigenlijk bijgekomen. Door corona? Door corona, ja. Het feit dat die zaak vol zit, hè, hier achter jou, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Daar doen we het voor. Maar je ziet nog wel dat het consumentengedrag verstoord is. Mensen werken nog thuis, mensen zijn nog terughoudend, sommige mensen. Er zijn veel mensen in quarantaine. Dus wij zien door de week dat goede avonden, weekenddagen bijvoorbeeld heel goed zijn. Maar dat de lunch nog echt wel nog niet op niveau pre-corona is.